Red Sound is een project die tot stand is gekomen door samenwerking van 4 of 5 organisaties en individuele mensen in Rotterdam. Het is een poging tot een festival te komen voor nieuwe muziek in Rotterdam. De meest experimentele vormen van muziek die je kunt bedenken. Ook een klank, tape, elektronica, computermuziek. Tot zeg maar de echte klassiekers van de nieuwe muziek, zoals componist Steve Reich bijvoorbeeld en Peter Maxwell Davis. En wat wij ook doen is iets anders. Die programma's presenteren we niet altijd in een concertzaal, maar ook op locaties in de stad. Het was al moeilijk om het te beperken naar 5, omdat er zijn zoveel plekken in Rotterdam waar je kunt, waar je terecht kan. Het is een heel kort programma, het is een heel intensief programma. Je kunt een heleboel dingen meemaken in 1 dag. We zeiden tijdens het plannen van het festival, er moeten wel fietsbare programma's komen. Website omgezet in muziek en hij heeft daar bestaande muziek voor gebruikt, dus ik was er gewoon heel nieuwsgierig naar, omdat ik zelf ook vaak het gevoel heb dat je wel connecties kunt maken tussen hoe webdesign is voor hele nieuwe vormen van muziek maken. Ik was echt verrast dat het muzikaal zo sterk bleef en ook echt iets anders was. Het was echt een nieuw stuk, terwijl het materiaal was helemaal oud en bestond al en bestaat in een stuk, dus dat vind ik heel wonderlijk. Dat het zo werkt, hè? Ook mooi. For mechanical and organical, the initial concept was to, focus on this balance between the machine, which is mechanic, and the human being, which is organic. But and also being from a pop background, I started playing solo. I wanted to have like a band, so it was a one-man band, and I didn't want to use my real name; it would be like too academic. I can say that the challenging thing is to perform in places like the Worm, where the vibration of a specific space has something very particular. I also like the idea of using the space as an extension of the composition or the sound, and when the space is alive and it vibrates well, then it makes like, the composition even better. Het is gewoon een hele specifieke soort muziek en het is niet voor iedereen weggelegd, dat is zo simpel. Thank you.
graag te combineren met moderne, ja, bijna moderne klassieke mengklanken. Dus eigenlijk best wel wat minder makkelijk in het oor liggende patronen, maar wel gekoppeld aan een sterke ritmiek om daar toch een soort stuwende, ja, nieuwe muziek van te maken. Steve Reich. Ik vind prachtige muziek. Het is voor het eerst dat ik het live zie en ik ken het dus alleen van LP of CD uit het, mijn eigen collectie. En dit is eigenlijk veel beter nog. Moisten and drip steadily over the victuals.
What are you dreaming of, men of Bangladesh, under those long eyelashes? What is your secret smile imparting as you fasten and tighten the strings of your white aprons, coming loose under the circulation of the whirring fan? Uniek is, muzikanten met koks en dansers samen. Ja, het is een hele bijzondere samenwerking. En gaande het stuk wordt het eigenlijk steeds meer af. En het is ook zo dat naarmate we de muziek beter leren kennen, dat we ook beter daarmee kunnen werken. Ik bedoel, ik ben kok, ik ben geen danser, ik ben geen muzikant. Maar het is wel heel leuk om dat samen te voegen, want dat geeft gewoon weer een nieuwe dimensie. Strikat maken we eigenlijk een mengvorm van Roemeense volksmuziek en hardbop. De tweede groep is een grote band, moderne jazzband, Nonet. En met allemaal composities, nieuwe muziek eigenlijk. Dus die is wat experimenteler wat dat betreft. En Strikat klinkt wat traditioneler.